Ja. Ja, nee, dat gaat niet. Ja, dat gaat niet. Dat gaat wel voor de euro. Daarom kunnen jullie hebben vast een eentje tegen en dan komen we hier. Tegen dat begrijp ik. Tegendeel? Waarvan? Ja, Nederland Rijker, wij ook. Je bent in de Tweede Kamer. Ik neem even weer voor de waar voor de voorzitter Tjeerd de Groot. En bij mij zijn een aantal Kamerleden op het onderwerp. Misschien die je even voorstellen. Ik ben Eva van de Partij voor de Dieren. Achtersmelder, CDA Tweede Kamer. Erik Havenkort van de BBD. Wat moet er niet voor niks? Kiki Haap, zijn normaal neem ik ook deel aan deze commissie, maar nu ben ik dus als voorzitter. Wie van u mag ik het woord geven om de Kamerleden het woord toe te spreken? Ja, nee, dat is goed. Mijn naam is Hanne Jacobi en ik ben bestuurder binnen de FNP. Ik ben verantwoordelijk voor de CEO grondstoffen, energie en omgeving. En dat is van onze kaderleden. En vanuit de FNP vinden wij het altijd belangrijk dat de kaderleden zelf het woord voeren. Dus dat gaan we het zelf doen en ik geef in eerste instantie Marcel Krijgacht. Ja, wij zijn eigenlijk een beetje bezorgd over de toekomst van de afdeling ziektewagens, voor de plannen die er zijn. Ook een beetje jeugd. Ik vind het tegen haar dat we in dat ook doen. Wij besparen daar eigenlijk ook heel veel CO2-uitstoot. Iets in de middenkorre. Wij besparen dus ook heel veel CO2-uitstoot en het verminderen van het gas van aardgas. Ik heb mijn eigen kwestie hoor. De Staten, Polen uit Zuid-Amerika, biomassa uit Canada. Wij op de landen afval ook van de buurlanden. Maar ook voor onszelf. We hebben daar allemaal warmtenetten. We hebben een innovatieve bedrijf. Grote warmtenetten. Maar ja, nu horen wij dus. Nog even beeld of. Maar het is eigenlijk in de weer gaat recyclen, weer gaat hergebruiken. Alles heeft een keer einde levensduur. En dan zal hij toch een keer met de bal eens even weg zijn. Denken mensen misschien van maar ik wil het zeker weten. Heel op plastics. Te verantwoorden, omdat ze niet meer te hergebruiken. Ook met geavanceerde technieken. Je kunt circulair doen, maar op een gegeven moment is het einde levens. Wij vermoeden dat juist door meer te recyclen of meer te hergebruiken, op een gegeven moment toch niet in zijn overigens. En om dat een beetje helemaal door te kunnen, hebben we het af en uit. Op een andere manier. We willen graag een gelijk speelveld met de buren. Daar heb ik dat af en naar de koopste hand. Dat zijn er ontwikkelingen. En voor het staan van onze circulaire projecten die moeten zijn, komen onze afvalverbranding. Zelf hebben we bij de aardrijden, we gaan weer recyclen. Die draait op stoom. Stoom, ja, kunnen we onze verbranding zo. Vergisting heeft ook warmte nodig om te kunnen draaien. Dat zijn allemaal leefprocessen die je dan ook de das. De nek in draait, dus je zo'n stokken met de afwerking. Ja, wat wij verbranden, hoef je geen kolen, geen massa, geen gas. Dus ja, dat is mijn goal hier voor onze werkgevers. Half uur is het ook in de directe kennis van Nederland. Zorg dat het niet meer Zweden gaat of Prachtwaars, Engeland, die rijden toch door. Dat zijn grote noemen voor je zus. Waarom? Wij hebben ze hier ook. Het is een beetje hetzelfde verhaal als met de kerncentrales. En Duitsland hebben we geprobeerd, wij gaan er nieuwe van. Waarom? Hoe leggen we dat uit aan onze achterban? Tja, daar krijgen we. Waar ging ik vast aan? Wij leveren op energie, elektriciteit. Wij zijn partner van Tennet om de circulaire economie op boven te doen. Maar dit is dan moet er wel
Wij hebben geen doel. Wij leven nu al nooit mogelijk. Zo stellen per jaar. Kunnen jullie afwegen, er is te veel wind. Dan gaan we ons in het af. Kunnen jullie weer opwegen, want er is te weinig wind. Weinig zin. Dus voor die situatie zijn we ook een belangrijke partner. Dus als je warmte net aanlegt, hoef je dit stoomkabel zo te leggen. Dan kun je met de tijd zijn te zwaar. Niet op elk moment als het zwaar is. En dan doen we het om de warmte aan te drijven. Ja, ze hebben ook allemaal voordelen voor onze warmtenet. Stadsverwarming. Schrijven, uw armen rijden en dan doen we het zo zitten. Sluit aan op ons warmtenet. Ze zijn geen warmte niet op te doen. Het gas, het onderdeel. Ze kunnen gewoon warmte tegen warmte in het team maken. Dat is er nog steeds. Blijft het erin. Ja, we hebben een heel nieuw teammix. Ze gaan helemaal op ons warmtenet. Gewoon een afval van mensen zat. Waarom als je hergebruikt, dan is het al een deel andere in het geval. Als je bij de EU in de orde was, dan kun je daar niet uitzetten. Metalen, zware metaal of metalen die in het afval zitten, die wij terugbrengen, dan kunnen we in een volgende niveau komen. Of niet al te stromen, die kan straks in de bank brengen. En dus dan maken wij ons ernstig zorgen. Afval naar het buitenland gaat, wordt dus gestort in mijnen. In Engeland wel het gewoon in deze mijn. Omdat het niet meer iedereen kan, omdat het duur is om iedereen te brengen. Wat voor mannen. De metaalpas weer vrij. Nou, dat willen we ook allemaal doen. Dus veel beter met energetisch inzetten. En daardoor zacht gebruik, gebruik, kolenverbruik, biomassa verbruik, verminderen. Ja, dat is het. Dat is het. Oké, het komt. Maar Willy wil dat ook nog wat zeggen. Ja, dat hoef ik niet. Dus Willem Heidakker, ex-werk nemen van de AVR, afvalverwerking in Ruimond, de Brozenburg. Bij me, ik wil het heel even hebben over waarom we er zijn. Want afval bestaat niet. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Afval bestaat juist wel. En die moet ik op een goede manier verwerken. En een van de juiste manieren, dat is juist de brand in een aangegeven, voor verbrandingsinstallatie. Om dadelijk aan de energiestrategie, en die dadelijk aan de grond, het beheersen van de klimaat, om dat ook te kunnen verdienen. CO2-afval, dat gaan we regelen, want dat is helemaal geen want bij een verwarmd water in de we kunnen wel een leverancier worden voor het Westland. Zeg maar. Uit Rozenburg. Dat doen we het ook al. Gaat het ook al naar de tuinbank. Dus het is niet zo dat wij het zomaar over de balk komen. Nee, het is juist dat we de emissies zo laag mogelijk hebben. Die de lucht vervuilen. Dat hebben we eigenlijk niet. CO2, dat gaan we regelen. En dan is het voor de hele installatie van ons. Wij hebben afval nodig, juist uit het buitenland. Maar dat wordt betaald uit het buitenland aan de staat. En dat moet die importheffing die moet gewoon verdwijnen. Het is eigenlijk speelveld. Juist, we zijn één Europa, waarom moet Italië nu zeg maar de importheffing betalen? De burgers in Italië moeten meer gaan betalen voor hun afval. Nou, dat is het onrecht. Italianen aan doen, Engelsen aan doen. Noem maar op, daar moeten wij vanaf. De staat hoeft daar niet rijk van te worden. Wij hebben afval nodig. En wij zorgen dat de staat rijk wordt vanuit onze energie. En dat we kunnen voldoen in de toekomst aan de vraag die er is. Dat wil ik zeggen. Dank u wel. Ja, eigenlijk kort toe, wil je heel veel gezegd. Maar in ieder geval, als we dat afval dus niet importeren, dan wordt het dus gestort. Ik heb hier een tabelletje van de verbrandingsbelasting van Nederland versus andere landen. Nou, de meeste landen hebben helemaal geen verbrandingsbelasting. We hebben daar bovenop ook nog een CO2-heffing. Ja, dus er is duidelijk geen sprake van een gelijk speelveld. Dus als je gewoon gemiddeld in over deze selectie van landen in Europa is een tientje, wij zitten op 35 euro. Stond ongeveer neer op 50% belasting, waardoor er dus meer afval in Europa gestort wordt. In Europa, volgens de Europese Milieuagentschap, is nu 80 miljoen ton aan methaanuitstoot, CO2-equivalent methaanuitstoot, door restafval wat gestort wordt. Dus het idee, ja, er wordt helemaal niet meer gestort in Europa. Onzin, 80 miljoen ton. En een importheffing is bedacht om 0,2 miljoen ton CO2-uitstoot te besparen in Nederland. Terwijl er 80 miljoen ton uitstoot in Europa is. Dus dat zou
Ja, we hebben de Global Methane Pledge als Nederland ondertekend. Het staat letterlijk in de tekst. Het is een wereldwijd doel, niet een nationaal doel. Dus als we werkelijk die handtekening serieus nemen, dan zorgen we dat we voor een Europese markt een gelijk speelveld, wij elkaar helpen. Wij exporteren 1 miljoen ton gevaarlijk afval, importeren 1 miljoen ton restafval. Nou, waarom zou dat niet kunnen? Hè? De Duitsers die ons gevaarlijk afval nemen, vragen geen heffingen. Wij vragen een heffing of we het economisch mogelijk kunnen maken, waardoor dat afval is gestort. Wij roepen op, zorg er minimaal voor het gelijk speelveld dat die brandingsbelasting of die importheffing van 35 euro naar 100 tientje gaat. Of nog beter, schaf hem helemaal af, hè? Zodat we dus met elkaar kunnen helpen. Zo'n solidaire manier de klimaat in ieder geval te kunnen halen. En hernieuwbare energie, zoals Marcel zegt, kunnen waarvoor. Wat jullie dan voor ons gaan doen? En denk vooral, We hebben mensen met 10 minuten, ze hebben die commissie. Alle leden hebben 6 minuten donderdag. We spreken over de hele circulaire economie. Dus, En wanneer is dan die vergadering over de 60 minuten? Kunnen we dat dan inplannen? Weet ik niet. Maar je hebt toch best 60 minuten tijd hoor, inplannen. Maar dus ik heb wel één ding. Om u allemaal wegwijs te maken. Kom gewoon langs. Wij nodigen u uit op de installaties. Kom langs. We leiden u rond. Laten alles zien. We zijn heel transparant. We hebben al meerdere Kamerleden rondgeleid, her en der. Kom langs. U bent welkom. We hebben wel heel veel gezien. Ja, zeker wel. Bij de luidere amen. Oké, dat was het. Zeker weten. Kijk, de betrokkenheid nou eens. Ja, jullie bedankt voor je komst en donderdag is in de bank. Dus, ja, dat gaan we zeker doen. Nee, dank je. En wat je afhaalt van de Thank you.